Laten wij vandaag wat tijd nemen om het woord van God te bestuderen met de preek getiteld Na die dag. Als wij eenmaal op deze aarde zijn geboren, zijn wij voorbestemd om deze wereld te verlaten. Wat voor situatie zal zich dan ontvouwen nadat wij deze wereld hebben verlaten? God zegt dat elke daad die wij doen terwijl wij leven en actief zijn, ons leven na die dag bepaalt. Is dit niet een extreem belangrijke leerstelling van de Bijbel? Daarom moeten wij het leven van vandaag nooit op een zinloze en onverschillige manier leven, zonder waarde. Wat heeft iedereen uiteindelijk ongetwijfeld? Iedereen heeft leven na die dag. De dag waarop het lot van alle individuen is bepaald, zal zeker naar iedereen komen, of zij nu rijk of arm zijn, machtig of gewoon niet waar. Dus wat kunnen wij zeggen over tirannen, de vervolgden, bekende beroemdheden en gewone mensen? Alle zijn onvermijdelijk gebonden aan hetzelfde lot van vertrek uit deze wereld. Echter, het verlaten van deze wereld is niet het einde. Wat telt is de situatie na die dag? Wat bepaalt dan ons leven na die dag? Alles wat wij zeggen, denken en doen op elk moment terwijl we op deze aarde leven, stapelt zich op en komt samen om ons leven na die dag te bepalen. Gezien deze leer van de Bijbel zouden wij ons leven dat wij vandaag leven nooit moeten verspillen aan iets zinloos. Laten wij eens kijken naar het boek van Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 27. Hoofdstuk 9, vers 27. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna. Wat gebeurt er na die dag? Het oordeel volgt. In de Engelse Bijbel staat het geschreven als oordeel. Aangezien het oordeel vermeldt, laten wij het beschouwen als een uitspraak van een rechtbank. Er zullen degenen zijn die naar de hel gaan en degenen die naar de hemel gaan. Er zullen mensen zijn die voor altijd zullen lijden in de brandende poel van vuur en zij die voor eeuwig en altijd zullen genieten van het eeuwige leven en geluk. Het definitieve lot zal na die dag worden bepaald. Alles wat wij spreken, denken en doen op elk moment stapelt zich op. Wat zal God in openbaring doen in overeenstemming met wat wij hebben gedaan? Zegt God niet dat hij aan iedereen zal geven overeenkomstig wat zij hebben gedaan? Met betrekking tot wat er zal gebeuren na die dag, laten wij eerst de leringen onderzoeken die Jezus ons 2000 jaar geleden gaf toen hij naar deze aarde kwam en onszelf afvragen. Vanaf vandaag, welk soort leven moeten wij voorbereiden? Wij moeten ons allemaal kunnen voorbereiden op wat er na die dag zal gebeuren. Laten wij eens kijken naar het boek van Matthäus hoofdstuk 7. In Matthäus hoofdstuk 7, vers 21 zegt Jezus: Niet ieder die tegen mij zegt: Heren, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Waar willen wij naartoe na die dag? Het is het Koninkrijk der Hemelen. Hier zegt Jezus, niet ieder die tegen mij zegt, heren, here, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de Hemelen is. Dan kunnen wij toch zeggen dat het leven volgens de wil van God trouwt te volgen. De juiste manier is om ons voor te bereiden op het Eeuwige Koninkrijk der Hemelen. Vers 22. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heren, Heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Met andere woorden, wie zijn zij? U die de wetteloosheid werkt verwijzen naar degene die de wet van Gods verbond niet houden. Daarom staat er in een andere versie geschreven. Ga weg van mij, jullie die wetteloosheid beoefenen. Wanneer het leven van mensen op deze aarde eindigt en zij voor Gods rechterstoel staan, zal God vragen, wat deed u toen u op aarde was? Sommigen zullen zeggen, heren, heren, ik heb in uw naam geprofiteerd en demonen uitgedreven. Ik deed ook vele tekenen en wonderen. Wat hebt u nog meer gedaan? Ik hield de zondag-eredienst, aanbad het kruis en vierde kerstmis. Op deze manier, wanneer zij al de daden van hun geloof voorleggen aan God, zal hij een oordeel vellen. Afhankelijk van of het wetteloosheid was of daden verricht volgens Gods wil, zal God hen oordelen en alle die wetteloosheid hebben beoefend, uitwerpen. Volgens Gods wil zijn er Godsfeesten, de doop, het voorschrift van het dragen van een sluier voor vrouwen en vele andere leerlingen van het Nieuwe Verbond. Laten wij onder andere de lering onderzoeken dat wij in hemelse moeder moeten geloven. Vandaag de dag zijn er net zoveel kerken om ons heen als het zand aan de kust. Als wij rondkijken in de wereld, kunnen wij zien dat zoveel mensen beweren in God te geloven. Echter, in het laatste tijdperk van de Heilige Geest, in wie moeten wij geloven? Van Genesis tot Openbaring in alle 66 boeken van de Bijbel. Legt God grondig uit: U moet in God de Moeder geloven. Wat aangeeft dat het hebben van geloof niet alleen in God de Vader, maar ook in God de Moeder volledig in overeenstemming is met Gods wil. Echter, hoewel wij zeggen: Heren, Heren, als wij zijn wil niet doen, kunnen wij gered worden? Na die dag zal God bepalen of wij naar de hemel of de hel zullen gaan, gebaseerd op hoe wij ons geloof hebben beoefend terwijl we op deze aarde leefden. Aangezien zelfs degenen die zeggen: Heren, heren, het koninkrijk der hemelen niet kunnen binnengaan, laat staan degenen die niet in God geloven, zullen niet binnengaan. Moeten we daarom niet allemaal streven om de hele mensheid naar eeuwige verlossing in het koninkrijk der hemelen te leiden door het juiste geloof in God de Vader en God de Moeder? Moeten wij ook niet onze naasten met liefde naar de waarheid leiden? Tegenwoordig benadrukken kerken in de wereld alleen geloof in God de Vader. De Bijbel verlicht ons echter dat wij volledig geloof kunnen bereiken wanneer wij niet alleen in God de Vader geloven, maar ook in God de Moeder. Laten wij eens kijken naar het boek van Galate hoofdstuk 4. In Galate hoofdstuk 4 vers 26 staat geschreven. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is. Wie is zij? De moeder van ons allen. Staat er niet duidelijk geschreven. De moeder van ons allen. Vers 27. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, breek uit in gejuich en roep, u die geen baresnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar, wie, van wie zijn wij kinderen, van de vrije. Naar wie verwijst de vrije vrouw genoemd in Galaten hoofdstuk 4? De Bijbel herinnert ons duidelijk eraan dat Jeruzalem onze moeder is. Gods volk die de belofte van God hebben ontvangen, worden de kinderen van de vrouw genoemd. Door de 66 boeken van de Bijbel herinnert God ons duidelijker aan dat wij God de moeder hebben. Dit is niet de enige getuigenis dat in de Bijbel is opgetekend. Laten wij Genesis hoofdstuk 1 openen. Wanneer wij de vraag volledig begrijpen, wat is de ware wil van God hier, wij kunnen dan deelnemen aan Gods belofte van het Koninkrijk der Hemelen na die dag. Laten wij eens kijken naar het boek van Genesis hoofdstuk 1 vers 26. Hoofdstuk 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God die de mensheid schiep, zei, laten wij de mensheid maken. Daarom laat het zien dat God de schepper die de mensheid heeft geschapen, niet één is. Laten wij uitzoeken welk beeld van God bestaat in de categorie van ons door naar vers 27 te gaan. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Aangezien God de mensheid naar zijn eigen beeld schiep, betekent dit met andere woorden dat hij zijn eigen beeld kopieerde, niet waar? Na het maken van een directe kopie van Gods beeld, wie werden er geschapen? Man en vrouw werden geschapen. Hoe drukte God zichzelf uit? Laten wij de mensheid maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hij zei niet dat hij alleen de mensheid zou maken. Als het één God was die de hele mensheid schiep, hoe had het dan uitgedrukt moeten worden? Ik zal de mens maken naar mijzelf. Zo'n uitdrukking had op zijn minst moeten worden gebruikt. Echter, in vers 26 zei God, laten wij de mensheid scheppen naar ons eigen evenbeeld. Door dit te doen werden het mannelijke beeld en het vrouwelijke beeld gecreëerd. Hoe noemen wij dat mannelijke beeld van God? Wij noemen hem God de Vader. Dan, natuurlijk, hoe moeten wij God noemen die het vrouwelijke evenbeeld heeft? Natuurlijk moeten wij haar God de Moeder noemen. De verslagen van Genesis leggen deze kwestie heel duidelijk uit, maar vandaag zeggen alle kerken in de wereld, er is alleen God de Vader, niet God de Moeder. Verschilt Genesis hoofdstuk 1 in hun Bijbel dan van die in de onze? Het is hetzelfde. Het maakt niet uit naar welke Bijbel u kijkt over de hele wereld, het is op dezelfde manier opgetekend. Desondanks aanbidden zij slechts één God, zeggende, God is één. De vers die zij het vaakst gebruiken om te beweren, er is maar één God, komt uit Efeze hoofdstuk 4. Laten wij Efeze hoofdstuk 4, vers 5 eens bekijken. Eén heren, één geloof, één doop. En hoeveel goden zijn er één God? Als wij alleen dit lezen, lijkt het alsof er maar één God is. Echter, wat gebeurt er daarna? En vader van allen. Hoeveel goden hebben wij als onze vader? Slechts één. Er is maar één God als onze vader. Maar wie is er nog meer dan God de vader? Volgens Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Wie werd het model en de oorsprong van het vrouwelijk beeld? Moeten wij dat vrouwelijke beeld van God dan niet God de moeder noemen? Het is omdat God de Vader en God de moeder degene zijn die eeuwig leven geven aan de mensheid. Dit is waarom zelfs vanaf Genesis, hoofdstuk 1. 1. De Bijbel getuigde dat de mensheid werd geschapen door God de Vader en God de Moeder. Er zijn veel denominaties, zelfs in Korea, Presbyteriaans, Methodist, Heiligheid, Baptist, Zevendedags Adventisten, Jehova's getuigen, Unificatie en nog veel meer. Er zijn kerken van vele denominaties, maar de Bijbel is hetzelfde. Het is hetzelfde in de Engelse Bijbel en in de Spaanse Bijbel. Aangezien alle Bijbels precies hetzelfde zijn geschreven, betekent dit niet dat wij ze gewoon moeten geloven zoals ze zijn? Was niet een man geschapen naar het evenbeeld van God die mannelijkheid heeft en een vrouw geschapen naar het evenbeeld van God die vrouwelijkheid heeft? Denkt u dat God geen onderscheid kan maken tussen ik en wij? God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en schiep man en vrouw. Dan is het zeker dat er in God zowel een God met mannelijkheid als een God met vrouwelijkheid bestaat. God met mannelijkheid heeft ons geschapen en God met vrouwelijkheid heeft ons ook geschapen. Daarom zei God, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, is het niet? Laten wij op basis hiervan aan de woorden van Jezus denken in Matthäus hoofdstuk 7. Wie zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan? Alleen degene die de wil van God doet. Dit is hoe het leven na die dag zal worden bepaald. Aangezien de kerken in de wereld van vandaag zulke onjuistheden en tegenstrijdigheden hebben, zelfs vanaf Genesis hoofdstuk 1, hoewel zij de 66 boeken van de Bijbel lezen, komen zij onvermijdelijk tot inconsistente conclusies. De hele mensheid verlangt ernaar om naar de hemel te gaan. Om daarheen te gaan, moeten wij de wil van Vader doen. Gods wil is niet alleen geloof hebben in God de Vader, maar ook in wie? Ons geloof moet het geloof in zowel God de Vader als God de Moeder omvatten. Laat God ons niet weten dat alleen dan wij deel kunnen uitmaken van de Hemelse familie. Laten wij eens kijken naar het boek van Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 9. Volgens vers 9 is er een vader die geboorte gaf aan onze fysieke lichamen en er is ook een vader die geboorte gaf aan onze zielen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Net zoals er een vader is onder de leden van het familiesysteem op deze aarde, wie bestaat er ook in de spirituele wereld? Er staat geschreven dat onze vader ook bestaat. Net zoals er een fysieke vader is, is er ook een spirituele vader. Er zijn ook kinderen op deze aarde, toch? Daarom zouden er ook spirituele kinderen in de spirituele wereld moeten zijn, toch? Laten wij kijken naar het boek van 2 Korinthe, hoofdstuk 6, vers 17. Hoofdstuk 6, vers 17. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af. Zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot. Wie zal God voor ons zijn? Een vader zijn, en u zult mij tot. Wie zullen wij zijn? Zonen en dochters zijn, wiens woorden zijn dit? Zegt de Heere, de Almachtige. God zegt: ik ben jullie vader en jullie zijn mijn kinderen. Vader, zoon, dochter en kinderen zijn titels die uitsluitend binnen een gezin worden gebruikt. Echter, moeder ontbreekt hier. Daarom staat er in Galaten, hoofdstuk 4, vers 26 geschreven: Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En wie is zij? Zij is onze moeder. Ook in Genesis, hoofdstuk 1, vers 26 tot 27, zei God: Laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis en schiep man en vrouw. Dit laat zien dat God de moeder zeker bestaat. Dan is de familierelatie van spirituele vader, moeder en zonen en dochters volledig gevestigd. Dit is waarom, 2000 jaar geleden, toen God naar deze aarde kwam, leerde Hij ons dat wij Gods kinderen zijn en dat wij verwant zijn door Gods bloed. Alle 66 boeken van de Bijbel zijn Gods wil. Als wij falen om het juiste geloof te herkennen en te behouden in deze inhoud geschreven als Gods wil, kan de situatie waarmee wij te maken krijgen na die dag alleen maar zeer verschrikkelijk zijn. Mensen zullen zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en vele wonderen verricht? Waarom laat u ons dan niet het Koninkrijk der Hemelen binnengaan? Dan zal God zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, jullie die wetteloosheid beoefenen. Dus God zei dat niet iedereen die zegt, heren, heren, het Koninkrijk der Hemelen zal binnengaan, maar alleen wie? Zij die de wil van Vader doen. Is het dan Gods wil om in God de moeder te geloven of niet? Wordt het woord Elohim niet 2500 keer gebruikt in het Oude Testament? Om precies te zijn, kan de term Elohim vertaald worden naar goden? In het oorspronkelijke Hebreeuws bestaat er duidelijk een enkelvoudig zelfstandig naamwoord Eloa. Waarom wordt God dan Elohim genoemd? Is er in het Koreaans geen letter die wij aan het einde van een zelfstandig naamwoord toevoegen om er een meervoud van te maken? Hetzelfde geldt voor het Hebreeuws. Aan het woord Eloa is een achtervoegsel in toegevoegd. In het Engels is het net als het toevoegen van S aan het einde van een zelfstandig naamwoord. Hieruit kunnen wij bevestigen dat God onmiskenbaar geen enkelvoudige entiteit is. Maar dat zowel God de Vader als God de Moeder samen zijn geweest in elke stap van het werk van de schepping tot het lijden van de redding van de mensheid. Maar zelfs vandaag de dag zeggen veel kerken in de wereld consequent, is de kerk die in God de Moeder gelooft niet vreemd. Desalniettemin moeten wij in staat zijn om te onderzoeken hoe de Bijbel over deze kwestie getuigt en ons voorbereiden op onze redding na die dag. Iedereen, hoe kort is ons mensenleven? Mensen van in de twintig of dertig denken misschien dat de dagen die voor hen liggen tot hun zeventigste of tachtigste talrijk zijn, maar zij gaan in een oogwenk voorbij. Het is verbazingwekkend hoe de tijd zo snel gaat. Twee of drie maanden gaan in een flits voorbij zonder het te beseffen. Daarom, wanneer wij al deze zaken overwegen, is ons leven zeker niet lang. Het is vluchtig. Wat dit betreft laat de anekdote van Thomas More een diepgaande diepe indruk achter in mijn hart. Hij werd naar de gevangenis gestuurd omdat hij het bevel van de koning niet gehoorzaamde, vanwege zijn eigen religieuze overtuigingen die in strijd waren met wat er van hem werd geëist. Zijn vrouw en zoon kwamen op bezoek. De vrouw zei, schat, kun je niet gewoon een compromis sluiten met je geloof en zeggen dat je de wensen van de koning zult volgen? Moor zei, hoeveel jaar denk je dat ik nog te leven heb? Ik denk dat je nog twintig jaar kunt leven. Moet ik dan het eeuwige leven opgeven voor die korte twintig jaar? vroeg hij. Dus gaf hij niet toe aan de koning. Hij was vastbesloten dat hij zijn geloof om het rechtvaardige pad te volgen dat door God werd onderwezen niet kon opgeven. Alleen om zijn leven met slechts 20 jaar te verlengen. Als resultaat werd hij uiteindelijk ter dood gebracht in de gevangenis. Onze mensenlevens zijn zo kort. Zelfs de ooit beroemde heersers en beroemde veroveraars zijn niet langer onder de levenden. Napoleon en Genghis Khan, die leken alsof zij heersen over de hele wereld, stierven ook. Die figuren die bekend staan als grote mannen, van wie u alleen de namen zou herkennen, hebben deze wereld allemaal verlaten. Zij leven het leven na die dag. Iedereen leven na die dag zal ook over ons komen voordat wij het weten. Moeten wij dan niet voorbereiden op die dag die ons plotseling zal overkomen? Als wij zelf genoegzaam zijn, zullen twee maanden, twee jaar, twintig jaar snel voorbij gaan. Vanaf dit moment moeten wij opnieuw onze vastberadenheid verzamelen en ons voorbereiden op het leven dat naar het Koninkrijk der Hemelen leidt. Wat heeft Jezus ons geleerd? Aangezien Jezus zei, alleen degene die de wil van vader doet, kan het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, laten wij degene zijn die oprecht hopen op het eeuwige Koninkrijk der Hemelen met volledig geloof in God de Vader en God de Moeder. Toen God de Bijbel liet schrijven, liet hij een zeer belangrijke instructie na door de Openbaring. Laten wij eens kijken naar het boek van Openbaring hoofdstuk 22. Laten wij hoofdstuk 22 vers 18 bekijken. Wat ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Deze boekrol verwijst naar de Bijbel. Wat ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. De woorden van de Bijbel mogen nooit worden gewijzigd of veranderd door mensen. Er is een reden waarom het niet veranderd kan worden. Verwijst de Bijbel niet naar God als de koning der koningen en heer der heren? De 66 boeken van de Bijbel zijn de woorden van God. Als wij aan de woorden van God denken als de woorden van de koning, zijn zij simpelweg een koninklijk besluit. Kan zelfs een hooggeplaatste functionaris en niet alleen het grote publiek het decreet willekeurig wijzigen? Absoluut niet. Dat is waarom de Bijbel ons verlicht dat alleen degene die de wil van vader doet, verzekerd kan zijn van leven in het Koninkrijk der Hemelen na die dag. In het verleden hadden u en ik allemaal geleerd en begrepen dat er maar één God is. Echter, bij het accepteren van deze waarheid beseften wij dat wij pas broeders en zusters worden als er zowel God de vader als God de moeder is staat er ook niet geschreven dat de relatie van broeders en zusters gevestigd is door de waarheid van het nieuwe verbond Pascha. Laten wij eens kijken naar het boek van Mattheüs hoofdstuk 26 vers 17. Hoofdstuk 26 vers 17. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: "Waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten?" Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u. Wat gaat hij vieren? Het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Wiens wil is het Pascha? Het is ook Gods wil. Het is lang geleden dat mensen het Pascha hielden. Sinds het Pascha werd afgeschaft op het concilie van Nicea in 325 na Christus, heeft geen enkele kerken tot nu toe gevierd, behalve onze Church of God. Het Pascha is wat Jezus zijn discipelen gebood te houden. Laten wij verder gaan met vers 26. Laten wij eens kijken naar de scène van het houden van het Pascha. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Jezus zei dat het Pascha zijn heilig lichaam is. Laten wij kijken naar vers 27. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink alle daaruit, want dit, de Pascha-wijn is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Wanneer wij het Pascha houden, erven wij Gods vlees en bloed. Kinderen zijn zij die het vlees en bloed van hun ouders erven. Wat moeten zij die het recht en het voorrecht hebben om God vader en moeder te noemen, hebben door het Pascha? Zouden zij niet Gods bloed des levens in zich moeten hebben? Dit is waarom Jezus ons gebood het Pascha te houden, en drukte zijn oprechte hart uit, zeggende: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten. Als welk verbond beschreef hij het Pascha zelfs? Hij zei: Dit is het nieuwe verbond. Hij bedoelde: Dit is een verbond dat nooit zal vee-erdwijnen, nooit zal vervagen en nooit zal vergaan. Door dit te zeggen, schonk hij ons niet de waarheid van het nieuwe verbond pascha als het eeuwige verbond? Vandaag vereren u en ik hemelse vader en hemelse moeder. God heeft het spirituele bloed geschonken, dat dikker is dan het fysieke bloed, aan de geliefde broeders en zusters in Sion. Daarom, kijkend naar Johannes, hoofdstuk 13, vers... 34. Wat heeft God ons nog meer als een gebod gegeven? Hij zei: een nieuw gebod geef ik u. Wat moeten wij doen? Hij zei: namelijk dat u elkaar lief hebt. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Iedereen, elk woord heeft zijn betekenis en alle woorden dragen Gods wil. Laten wij dit niet vergeten en Gods wil op de juiste manier uitvoeren, zodat wij allemaal kunnen terugkeren naar het eeuwige koninkrijk der Hemelen. Wij moeten ons voorbereiden op het leven na de dag. Na die dag, wie zal in staat zijn om van het leven te genieten in het koninkrijk der Hemelen en wie worden waardig geacht om het binnen te gaan? Wie kan het koninkrijk der Hemelen binnengaan? Alleen degene die de wil van Vader doet, kan daar binnengaan. Vandaag zou ik al onze dierbare broeders en zusters willen vragen om nogmaals alle leringen van de Bijbel diep in onze gedachten te graveren. Door de wil van vader en moeder te volgen met gehoorzaamheid. Laten wij snel onze verloren broeders en zusters vinden die verlangen naar vader, moeder en Sion en hen leiden naar de waarheid. In de hoop dat alle momenten van vandaag een gezegende tijd zullen worden en prachtige mijlpalen zullen vormen op de reis naar het Koninkrijk der Hemelen, zou ik de preek willen beëindigen. Hartelijk dank.